Maanden geleden waarschuwde hij al voor chaos in Ter Apel en hij stelde het kabinet een ultimatum. Voor 1 oktober moet er een structurele oplossing zijn voor de vastgelopen asielketen. En volgens het kabinet is die er nu, die oplossing. Maar is het genoeg? Hubert Bruls, daar heb ik het over, voorzitter van de Veiligheidsraad. Welkom, burgemeester van Nijmegen natuurlijk ook. En tegenover u zit VPRO-programmamaker Danny Goossen. Danny, welkom. Zelf bijna 30 jaar geleden gevlucht uit Libanon en je was in Ter Apel afgelopen vrijdag. Ik kom zo bij jou, maar eerst even meneer Bruls. Vannacht, we hebben dat gezien net in het NOS-journaal, sliepen daar weer 300 mensen voor de deur in de regen, 11 graden. Ja, u dringt al maanden aan op een oplossing. Hoeveel geduld heeft u zelf eigenlijk nog met deze situatie? Nou, het wordt wel behoorlijk op de proef gesteld. En vooral namens de mensen die daar zo moeten verblijven. Maar ook iedereen die daar probeert te helpen tot en met de gemeente aan toe. Kijk, wat we nu vrijdag hebben afgesproken is dat deze week, echt deze week, moet de ondersteuning voor Ter Apel komen, zodat in ieder geval die mensen een fatsoenlijk onderdak gaan krijgen. En niet daar, in die omstandigheden voor de poorten moeten verblijven. Ondersteuning, daarmee bedoelt u? Een andere locatie, dicht in de buurt, is nu de afspraak. Zodat de mensen, die ook al zijn ze nog niet, kunnen ze niet gelijk geholpen worden, daar geregistreerd en geïdentificeerd worden. Want daar zit nu weer de hiccup. Die procedure is vastgelopen, dus die mensen verzamelen zich daar en kunnen niet naar binnen, want het is daar vol. Dus dan moet een ondersteuningslocatie komen, dat ze in ieder geval dicht in de buurt kunnen afwachten totdat ze die procedure in kunnen. Zeg, dat moet een locatie zijn. U zegt het al, dicht in de buurt. De gemeente Emmen heeft zich gemeld, zojuist, met een tweet. En die zeggen, ja, onze naam gaat rond dat wij die opvanglocatie mogelijk zouden zijn. En wij weten van niks. Hier staat hij, we zijn verrast door de berichtgeving in de media dat de noodopvang van Ter Apel in onze gemeente komt. De gemeente Emmen heeft hierover geen besluit genomen of toezegging gedaan. Weet u daarvan, dat Emmen een locatie... Nee, voor mij is dat ook verrassend. Ik heb nog geen locatie gehoord, behalve dat de afspraak is, het moet dicht in de buurt. Ik weet dat men naar diverse locaties kijkt. Kijk, dicht in de buurt, dan kijk je natuurlijk niet naar Zeeland of Zuid-Holland. Dan ben je echt in de provincie Groningen en Drenthe aan het kijken. Ik heb begrepen dat het een locatie moet zijn die liefst bij Defensie hoort, een militaire kazerne. Ja. Waar je bijvoorbeeld snel mensen onder kunt brengen. Nou, er zijn er niet zoveel van in de buurt. Nee, er zijn niet zoveel. U weet het, hè? Welke dat is, ik weet in ieder geval één waar ze het oog op hebben. Maar ik weet ook dat er een andere locatie is. Nee, dat ga ik hier niet zeggen. Dat zou wel heel verstorend zijn. Nee, dat vind ik echt aan de staatssecretaris en zijn mensen om dat nu ook te regelen. Wat voor mij van belang is, ten behoeve van al die mensen die daar in vreselijke omstandigheden verkeren. En iedereen die daar al op de toppen van de tenen aan het werk is, maandenlang, om het nog enigszins redelijk te houden. Het moet nu gewoon snel geregeld worden, want anders hebben wij mooie afspraken gemaakt. En dan weet ik hoe het gaat. Dan hebben wij mooie afspraken over opvang elders in het land. Maar als het in Ter Apel in deze volstrekt onacceptabele omstandigheden nog doorgaat, dan gaat ook het enthousiasme voor degene die nog wel willen meehelpen, gaat alleen maar minder worden. En het wordt nog erger, want iedereen die denkt van nou, we hebben het dieptepunt wel bereikt, dat zeiden we oktober vorig jaar ook. Dat zeiden we mei dit jaar, zeiden we juli dit jaar, dan wordt het dieptepunt nog dieper. Ja, u zegt het kabinet moet ervoor zorgen deze week dat die volgende locatie bekend wordt. En dat is ook wat we nu zwaar op wit hebben staan. Dat is in ieder geval de winst al van de afgelopen week, want zo'n meer concrete data hebben we nog niet eerder gehad. Papier is geduldig, hè, meneer Bruls. De uitvoering, daar komt het nu op aan. Ja. Dit is het eerste wat uitgevoerd moet worden, ja. Danny Goossen bij ons. Danny, je hebt een zeer indringende reportage gemaakt. Vrijdagavond uitgezonden op NPO. Wij waren er erg van onder de indruk. Je bent daar rond gaan kijken. En je hebt eigenlijk twee, kun je zeggen, nou, belang wil ik niet zeggen, maar je bent programmamaker. En, voor de kijker die het niet weet, bijna 30 jaar geleden ben je zelf gevlucht uit Libanon hier naartoe gekomen. Ja. Wat trof je aan in Ter Apel? Was het een verrassing wat je daar zag? Nou ja, verrassing in de zin van, dit verwacht je niet in een fatsoenlijk land als Nederland. Dit kwam ik tegen in Calais en in Arabische landen waar het niet goed geregeld is en waar men eigenlijk niet zoveel om de vluchtelingen gaf. Die wilden ze eigenlijk liefst niet hebben. Dus in Nederland heb ik dit nooit verwacht, dat dit zover zou komen. Dus daar schrik je van. En ook dat mensen bijvoorbeeld bekogeld worden met eieren of yoghurt. En sommigen zijn ook geslagen. Geslagen? Ja. Door wie? Ja. Ja, hij zegt, ik ben aangevallen door een paar jongens. Geloof jij die verhalen, dat vluchtelingen daar vertellen, we zijn aangevallen door mensen hier uit de buurt, of die langskomen rijden? Nou ja, in eerste instantie heb ik dat dus niet op beeld gebracht, omdat ik dacht van ja, ik moet het ook eerst even zien. Want als hij zegt, ik ben bekocht met eieren, wil ik het ook even zien. Nou, die jongen had het ook echt op zijn shirt. Dus dat kon zullen ik we wel even kijken, voor de mensen die je reportage niet gezien hebben, dit is dat fragment.
Who hit you with the eggs? With the small cars. Yes? Yeah. Mm. One is yogurt, boom. Another one was egg, boom. Let me see your hands. Yeah. This is yogurt. The egg. Yeah, egg and yogurt. ضرب علينا بيض يعني هلا بتروح على الزفت لاقي لك اياك شور وشكال. I don't know what's going on now. Who did this? Did you see who did it? A car. A small car. Yeah, I'm coming from the small city. Come here. So in the road where they meet you, they just hit you. Boom! Abusing, no problem, but now they're starting hitting. Yeah. Geld is geen probleem, zegt hij. Maar gooien van spullen, dat gaat wel ver. Ja. Het is schokkend om te zien. Nou, het is ook, het is niet leuk om dit in Nederland echt mee te maken. Want het zijn altijd nog wel mensen. En ik vind dat mensen elkaar moeten helpen. Dus ik was wel verbaasd dat dit in Nederland zo ver is gekomen. Ja. De mensen die zeggen tegen jou, daar hadden we het over, we worden zelfs geslagen. Heb je het gevoel dat er steeds meer mensen naartoe komen die agressief zich gedragen tegenover de mensen die daar onder deplorabele omstandigheden liggen in het veld? Nou kijk, er was een demonstratie. Er waren heel veel mensen die echt boos waren. Mm-hmm. En ook terecht, want dit wil je ook niet in je achtertuin hebben. Dat willen we allemaal niet, denk ik, om die ongeregeldheden. Want er is ook, in de avond is er ook geen politie, er is geen toezicht. Al die mensen slapen buiten. Die veroorzaken ook nogal wat chaos daar, dat moeten we niet vergeten. Er is geen toezicht, iedereen doet maar wat. Hè. Je wordt gewoon je lot overgelaten. En als je in het dorp woont, dan ben je natuurlijk niet zo blij met wat er een stukje verderop gebeurt. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Maar dat het zo aan het escaleren is en dat mensen toch wel een enige vorm van geweld gebruiken, is ook niet goed te praten. Een explosieve situatie, meneer Bruls, u zegt van ja, het moet volgende week geregeld zijn. Maar als u realistisch bent, er is veel gezegd vrijdag in de ministerraad en de aflopende persconferentie, maar er is toch geen spoor van een oplossing op dit moment? Ja, dat denk ik wel. Dat vind ik wel de vooruitgang, hoe ligt ook deze week. Kijk, zo'n toezegging van deze week moet geregeld worden, zware pit, die hebben we niet eerder gehad. Dat schrijf je niet op, want anders heeft de staatssecretaris natuurlijk een gigantisch probleem als hij die toezegging niet na kan komen. Zijn er mensen genoeg? Is er genoeg personeel te vinden om... Ja, dat zal de volgende uitdaging worden. Ik denk dat het nog wel kan lukken met die noodondersteuning, noem ik maar even voor de apen. Maar de plannen gaan natuurlijk ook over de weken en de maanden erna. En daar zit onze zorg. We hebben goede afspraken gemaakt, maar de menskracht gezien de arbeidsmarktproblemen, de materiële die je moet bestellen. Want als je op dit moment zou besluiten, we willen ergens een grote locatie openen en we gaan chalets of tenten bestellen, dan duurt het weken. En daar maak ik me wel met mijn collega's wel bezorgd over. Van krijgen we het allemaal wel uitgevoerd? Geld is op dit moment niet het probleem. Iedereen snapt nu ook wel dat het zo niet kan doorgaan. Maar daarmee heb je het nog niet uitgevoerd. Dus daar zit wel zorg op. Want je zou het bijna vergeten, maar eerder deze week hoorden we het dramatische bericht dat een babytje van 3 maanden oud daar is overleden. Weet u eigenlijk hoe het daar binnen eraan toe gaat op dit moment? Nou ja, goed, ik ben niet direct betrokken. Ik ben niet direct van collega's. Kijk, ik kan niet beoordelen hoe het gebeurt. Ik kan alleen maar zeggen, zoals iedereen, het is vreselijk. Het is gewoon totaal onacceptabel wat er gebeurt. En je moet niet verbaasd zijn dat er dus allerlei dingen misgaan. Dat er geweld optreedt tot de gezondheid van mensen. De hygiëne te wensen over. Dus we moeten zo snel mogelijk stoppen. Er moet echt nu op korte termijn iets gebeuren ter Apel. En van daaruit stapje voor stapje ook de asielopvang in dit land beter organiseren. De fouten die gemaakt zijn na 2015 en na de Syrië-crisis, door ook allerlei noodlocaties op te zetten en vervolgens niet structureel voldoende opvang achter de hand te houden, daar moeten we nu echt van durven leren. En ja, daar zijn in ieder geval wel goede woorden over gesproken, naar verluid ook binnen het kabinet. En daar moeten we nu ook op blijven zitten. Kijk, er komt hopelijk ook weer een tijd waarop het rustiger, waar weer beheersbaar is om, ja, het gaat over mensen, hè, om de opvang goed te regelen. Maar dan moeten we niet de oude fout maken en zeggen, nou, dan sluiten we weer, dan bezuinigen we alles weer. Want één ding weet ik zeker, ik ben slechts een eenvoudige burgemeester van een mooie stad. Maar als ik naar de wereldkaart kijk, vluchtelingenstromen zijn er enorm, die zullen alleen maar groter worden. En dat gaat niet ons land voorbij. Maar in 2015 werd zowat de hele wereld verrast natuurlijk door de oorlog in Syrië en dat heel veel mensen vluchten. Dat is nu toch niet aan de hand? Hoe komt dat toch dat het nu niet lukt? Ja, nou ja, het is natuurlijk vorig jaar al begonnen. Toen hebben we natuurlijk een hele grote stroom mensen van bijvoorbeeld Afghanistan gehad. Hè. Voor mijn stad hebben we toen wederom een heel groot tentenkamp opgebouwd. Omdat er wel een grote stroom. Maar wat je ziet is dat die stroom toch veel hoger is dan in de jaren na 2015. We hebben toch een behoorlijke instroom van mensen.
En de Oekraïne-oorlog heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat we meer dan 60.000 extra opvangplaatsen als gemeente hebben gerealiseerd. Die hebben we natuurlijk nu niet beschikbaar voor andere vluchtelingen. Dus de druk is wel degelijk dit jaar weer veel groter geworden dan het in jaren was. Overweegt u om, u zei dat net, van we hebben toen geholpen als gemeente Nijmegen. Overigens, heel veel gemeenten hebben er geen zin in. Hè? 2/3 van de gemeenten werkt op dit moment mensen op te vangen. Klopt. Althans, die hebben dan niet zeg maar van die acute, van die noodopvang gerealiseerd. U had toen Heumens Oord, dat kennen we, die beelden van de grote tenten daar. Als de nood aan de man is, zegt u dan als burgemeester van Nijmegen en prominent CDA-lid van ja, dan moeten we mensen helpen, dan moeten die tenten weer neergezet worden. Maar dat tweede speelt niet zo'n rol, hoop ik. Ik vind altijd gewoon als bestuurder, als je enige verantwoordelijkheid hebt en gewoon enige manier gevoel hebt voor mensen, moet je altijd openstaan. Ook voor oplossingen die niet ideaal zijn. Heumensoord is geen goede oplossing met oog op de winter. Maar mochten deze plannen, nogmaals, die op zich er goed uitzien, maar mocht het niet lukken, dan moet je ook die opties open houden. Ik vind echt op geen enkele manier dat iemand in dit land, enkele gemeentebestuurder zich de luxe kan permitteren. Ik wil iets niet, want mijn bevolking vindt het niet leuk. Of mijn mensen zijn al oververmoeid. Je hoeft niet eens per se de rapportage van Danny te zien, maar al de beelden en verhalen die we al eerder hebben gehad om te zeggen, daar moet je gewoon helpen. Dan moet je toch gewoon zijn doen. Er heel veel collega's van u die zeggen dat. Of die zeggen in ieder geval niet in mijn huis. Ik voel mezelf niet moreel verheven om nu iedereen hier de les te leiden. Ik kan alleen voor mezelf en mijn gemeentebestuur spreken. En gelukkig ook heel veel andere gemeentebestuurders in het land. Wij willen wel helpen. Het moet natuurlijk wel lukken. Ik bedoel, wij kunnen ook geen ijzer met handen breken. Maar ik vind niet dat je luxe hebt om nu te zeggen, die optie doen we maar even niet. Dat kan niet. Danny, je hebt hier heel veel reportages over gemaakt. En dit probleem komt steeds terug. Ook geweld heb je eerder vastgelegd met de camera tegen vluchtelingen. Toen jij hier kwam, bijna 30 jaar geleden, daar had je het over vrijdag. De stemming was volkomen anders. Ja, ik kan me herinneren toen wij een huis kregen toegewezen waar we naartoe konden, zeg maar. En het huis was leeg, dus het is niet zo dat de gemeente alles voor je regelt, zoals men denkt. En dat alles al in het huis zat. Je krijgt gewoon een leeg huis, je krijgt een beperkt budget en daarmee moet je het doen. En we kwamen rond 5, 6 uur aan en het huis was gewoon helemaal leeg. De buren kwamen om te kijken van wie zijn deze mensen. En toen hebben we het een beetje uitgelegd, een beetje in het Engels, omdat wij natuurlijk nog geen Nederlands spraken. Hoeveel waren jullie toen? Met mijn vader, mijn moeder en mijn zusjes. En die mensen zagen dat we echt niks hadden gewoon. Dat we daar stonden als gezin met alleen onze koffers en kleding. En die zeiden, we zijn straks weer terug. En de hele straat ging wat dingen inzamelen. En dus van kussens, van matrassen, bestek, noem maar op. En die kwamen naar ons toe en die zeiden, alsjeblieft, dit hebben we allemaal over, of dit hebben we niet nodig. Mm-hmm. De afgelopen jaren kreeg je een bakstenen binnen als asielzoeker, zoals ze tegenwoordig noemen, nieuwkomer daar komt. Want dan ben je of een terrorist of je bent gevaar voor Nederland. Dan denk ik van, joh, praat met die mensen. Er zullen vast wel echt wel een paar tussen zitten die niet oké zijn. Dat moeten we ook niet, bagatelliseren. Maar er zijn ook heel veel goede mensen die hier komen om gewoon een nieuw leven op te bouwen en deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Als u, meneer Bruls, dit hoort, dat de verandering in toon in Nederland en in daden tegenover vluchtelingen, wat betekent het eigenlijk als het kabinet dit niet op de rails krijgt de komende week voor de stemming in het land en de explosieve situatie die Danny Kozen vastgelegd heeft in Ter Apel? Allereerst, ik constateer ook die verandering in toon in ons land de voorbije 20, 25 jaar. Ik zeg er wel bij, ik snap soms wel de ergernis van een heleboel mensen. Het geweld en het gedrag is absoluut te verwerpen. Maar er hangen een heleboel dingen samen. Er is natuurlijk ergernis, boosheid, misschien ook wel onmacht over een heleboel zaken. En dat ontlaat zich dan ook weer naar aanleiding van de situatie in Ter Apel. Met andere woorden, je moet nu laten zien dat je op asiel stappen kunt zetten. Te beginnen Ter Apel, vandaar stapje verder. Want zo kun je vertrouwen winnen. Maar het gaat ook inderdaad hoe je in zijn algemeenheid als overheid, want ik vind het niet alleen een verantwoordelijkheid voor het kabinet, ik vind het verantwoordelijk voor ons allemaal, iedereen die voor een overheid werkt. Dus je moet op allerlei dossiers, allerlei onderwerpen kunnen laten zien dat je in ieder geval weet waar je heen wil. En daar hoort ook bij om te durven zeggen, sommige dingen kun je niet oplossen. Het hoort er ook bij, we hebben ook behoefte aan bestuurders die durven zeggen, dit is een groot probleem nu, maar er zullen de komende jaren, komende tientallen jaren, mensen naar ons land blijven komen, of je het leuk vindt of niet leuk vindt. En daar hebben we voor te zorgen. Ik heb het voorgelegd aan de Syrische vluchtelingen die ik sprak. Ik zeg, maar
sommige mensen in het dorp hebben last van mensen die aan het stelen zijn in de supermarkten, ja, enzovoort, enzovoort. En zeggen, ja, daar hebben we ook last van. Wij worden ook bestolen. Het is een groepje die inderdaad steelt. En als we iemand pakken die aan het stelen is, die handen over aan de politie, die is binnen no time weer vrij en dan gaat het weer door. Daar moet ook een oplossing voor gevonden worden. Ja. Want je kan niet, als dat zo blijft doorgaan, dan keren de mensen zich. Ja, ja, nee, maar de mensen denken van, zie je wel. Ja. Meneer Bros, tot slot even, want we hebben in deze uitzending allerlei crises te bespreken. U zei net van, je moet eerlijk zijn tegen de mensen en je moet besluiten durven nemen. Ja. Dan toch maar even dat tot slot. Uw partij, het CDA, zit in de coalitie. Is er een regeringscrisis in die zin dat er een leiderschapscrisis is? Dat het kabinet veel te weinig laat zien, hier is waar we naartoe gaan. Dit is wat we gaan doen. Nou, ik probeer altijd wat positief te duiden. Wat we nodig hebben is in ieder geval politiek. En of dat nou kabinet is of een lokaal bestuurder of een provinciebestuurder. Die ook durft te zeggen, dit is mijn doel waar ik heen wil gaan de komende jaren. En ik weet dat daar niet alleen maar leuke dingen bij horen. En we zijn langzaam in dit land wel verzeild geraakt. Een situatie dat we altijd de mooie dingen proberen te verkopen aan elkaar. En zo zit de wereld niet in elkaar. Zo zat hij 100 jaar geleden niet in elkaar. Zo zat hij in 1672, het rampjaar, niet in elkaar. Ik durf nu al te voorspellen, zo zal die ook over 20 jaar niet zijn. Ik heb er zelf, ik denk graag, goede ervaring mee. Gewoon open kaart met mijn burgers te spelen en ze aan te geven. Van, en zo ben ik eigenlijk van plan om het te gaan doen als de gemeenteraad het goed vindt. En ja hoor, er zitten ook negatieve dingen in. Want u heeft volkomen gelijk. Als je kunt aangeven, ja, er is overlast. Die veroorzaken trouwens ook niet vluchtelingen. Mm. Die veroorzaken nog het meest. Onze eigen burgers veroorzaken nog altijd meer overlast dan de vluchtelingen zelf. En dat moeten we aanpakken. En we zullen het niet helemaal kunnen aanpakken. Maar ik heb er wel een bepaalde doel bij wat ik denk wat haalbaar is. Ontzettend bedankt allebei. Hubert Bruls en Danny Grozen voor jullie komst naar Buitenhof. Dank je wel. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.